Het was gisteren 9 december, de internationale lichtjesdag. Wereldwijd wordt deze dag op de tweede zondag van december gevierd, waarbij baby's en kinderen die zijn overleden worden herdacht. Het Sint Vincentius ziekenhuis heeft gisteren voor de eerste keer deze internationale lichtjesdag gevierd. En ieder die op welke wijze dan ook een kindje heeft verloren, was aanwezig op het parkeerterrein van het ziekenhuis aan de zijde van de Koninginnenstraat om een lichtje aan te steken. Shaista Umar, voorzitter van de Jasmin-groep, die voor de begeleiding van de ouders zorgt, voor, tijdens en na de bevalling, geeft aan hoe deze dag wordt gevierd. We hebben ervoor gezorgd dat we kaarsjes hebben aangemaakt en dat in een hartvorm. Iedereen die aanwezig kon zijn was er en ze hebben dus allemaal een kaarsje gepakt om dat aan te maken. Verder hebben we dan een minuut stilte gehouden om de baby's dus te herdenken of de kinderen te herdenken. En hierna hebben we de ballonnen opgelaten in de lucht. En de Jasmin-groep zorgt er dus voor dat wij ouders begeleiden die een baby hebben, die is overleden. Het maakt niet uit of dat is tijdens de bevalling, voor de bevalling of na de bevalling. Dat is de Jasmin-groep haar werk en ze bieden professionele hulp. De Jasmin-groep van het Sint Vincentius ziekenhuis bestaat al 3 jaar. Bij de viering van de Internationale Lichtjesdag worden ouders die een kindje hebben verloren in de gelegenheid gesteld via het aansteken van een lichtje en het oplaten van een ballon, dit kindje dat op welke wijze dan ook is overleden, te gedenken. Door het aansteken van de lichtjes wordt het leed draaglijker gemaakt voor de ouders.